Hey, ik ben James Cook en ik zal de komende weken voor Zep het land doorreizen op zoek naar verhalen. Want zij willen eens weten wie komt hier allemaal over de vloer bij ons. Wij gaan proberen om vooroordelen te doorbreken en blikken te verruimen. Want achter elk garderobe en elk gezicht schuilt wel een ander verhaal. Ik ben onderweg naar Mechtem, naar Evelien. Zij werkt daar in een filiaal van Zep. Het schijnt dat het een goedlachse vrouw is die iedereen altijd vrolijk ontvangt, maar met een opmerkelijk verhaal. En dat verhaal zal ze mij vandaag vertellen. Ik ben benieuwd. Hallo, ik ben Evelien en ik werk bij Zep. Ik heb een hele gevarieerde job. Namelijk enerzijds ondersteun ik mijn collega's om hen te helpen om jullie nog meer in de watten te leggen. Anderzijds ga ik samen met mijn collega's van marketing leuke trendy video's maken voor op onze Instagram. En dan ook nog een derde ding, maar dat ga ik jullie tonen op de plaats zelf. Volg mij maar. En voilà, hier zijn we dan op mijn eigen kleine setje. En hier neem ik video's op voor onze online academy. Zo kunnen mijn collega's altijd heel snel alle info krijgen over de laatste nieuwe artikelen of trends of alles wat ze maar moeten weten. En vandaag komt er hier ook iemand een babbeltje slaan bij mij en dat is James. Ik ga niet wachten om hem te ontmoeten. Hela! Dag Evelien, hè? Ja, dat klopt. James. Mag ik mij hier zetten? Jij mocht u daar zetten. En jij mocht u daar zetten. Voilà. Voilà. Zeg, eerst en vooral, ik vind dat jij een heel schoon madame bent. Oh, dat is heel lief, dank je. Ja, maar dat is toch? Dat hoort je toch vaker, of niet? Soms. Ja, maar ook heel vrolijk zo. Ik vind dat belangrijk, ja. Ik ben graag... ik vind het belangrijk dat elke dag een leuke dag is. Uh-huh. En dat iedereen het ook zo ervaart. Dus ja. Ja, ik probeer dat wel te doen. Dat is niet altijd zo geweest, hè? Sinds 2 jaar is het beter, maar toch... alles bij elkaar is toch al wel bijna een 10-tal jaar geleden dat de moeilijke periode begonnen is. En hoe kwam dat? Door iets dat een minder fijne ervaring die ik privé had gehad. En waardoor dat ik het proberen op te lossen heb met de foute middelen en wat veel ben beginnen drinken. Tot dan 2 jaar geleden dat echt wel op een dieptepunt zat. En dat ik echt wel met een serieuze alcoholverslaving zat. Maar je zegt, het is 10 jaar geleden echt begonnen. Ja. Hoe komt het dat je het dan toch maar na 8 jaar door hebt? Enerzijds omdat ik altijd wel perfect kon werken. Ik heb altijd een perfect normaal leven gehad naar de buitenwereld toe. En dat ik vooral een gezelligheidsdrinker was. En zo is het dan waarschijnlijk ook begonnen. Was het eerst gewoon feestjes en een uitgang? Ja, maar ik heb altijd graag mijn glaasje gedronken. Uh-huh. Iedereen kent mij ook als de feestganger. Maar ook niet iedereen had door dat het probleem zo erg was. Want het ging thuis ook verder. Ja, ja. Ja. Zo is het dan geëvolueerd. Tot op een punt dat elke avond, als ik thuis was, mijn bezigheid werd. En als het dan is een tegenslag of een moeilijke periode, dan was dat wat meer, omdat ik meer nodig had om ze ontspannen. Ja. Dus vanaf dat die fles 2 flessen werd, dan weet je wel dat het niet goed is. Hè. Welke Evelien komt er naar boven als je te veel drinkt? Eerst is dat heel fijn. Ja. En dan gaat dat ofwel ongelukkig tot triest of gewoon boos, want al mijn frustraties komen eruit. Zijt je de vrienden ook door verloren? Ja. Heb je je alleen gevoeld? Ja. Dat is een verslaving is het eenzaamste wat er is. Dat is erg, maar ik had zo'n favoriete fles wijn, daar stond een uiltje op. En ik zei dan altijd, dat is mijn beste vriend. Toch komt dat besefmoment, nu moet ik hier aan die alarmbel trekken, want anders is het te laat. Ja, en dat komt door mijn werk. Die zag dat er iets was. Uh-huh. En meermaals porde om te zeggen wat er was. Ik heb het geluk gehad dat ik dan werk met collega's die mij daarin gedragen hebben. Die ook alles wat ik nodig had gaven als te veel was die mij hielpen. Beseft je dat, die dankbaarheid? Oh, elke dag. Die hebben echt mijn leven gered. Hè. Voelt u soms nog schuldig? Op sommige dingen wel. Bijvoorbeeld naar mijn petekindje. Ja, dat vind ik... Ja, dat maakt zelfs niet aan denken. Omdat je niet de meter hebt kunnen zijn die je wou zijn. Maar je hebt nog tijd om het in te halen, hè, schat? Ik ben aan het doen. Voilà, en dat is het belangrijkste. Waarom heb je dan beslist van oké, ik ga dit doen? Ik heb die beslissing gemaakt de eerste dag na een maand en een week dat ik terug kwam werken. Van oké, ga ik een excuus verzinnen waarom ik er niet was of ga ik open zijn? En dan heb ik eigenlijk vrij snel gedacht, ik ga er op mijn tempo open in zijn. Je werkt hier bij Zep. Ja. Dit filmpje is voor Zep. Ja. Is dat dan ook een huis die je voor altijd nu meedraagt in je hart? Ja. Whatever happens. Whatever happens. Ja, dat kun je niet meer wegpakken. Allee, wie kan zeggen dat zijn werkgever een groot onderdeel is van
ja, je lever en ook niet alleen het moment zelf, maar ook daarna. En dat is gewoon super fijn. Dus. En nu, life is good, hè? Ja? Dus, ja. Omarmt je het? Ja. Ik had nooit gedacht, maar ik kan nu oprecht zeggen dat ik echt gelukkig ben. En ook gelukkig alleen. En dat was ook iets dat ik niet kon. Dat was alleen gelukkig zijn met mezelf. En heb je geen partner? Nee, ja. Maar ik heb nu zoiets van, the sky is the limit. En ik voel dat ik de wereld nog veel meer te bieden heb. En ik wil dat uitzoeken wat dat is. Oh. Ik ben er nog niet. Dan kan je super veel succes daarmee. Dank je wel. En ze biedt een fotoshoot. We gaan dat doen. Shine.